De penningmeester van de An-Nur moskee in Waalwijk heeft toegegeven dat hij de afgelopen jaren geld heeft verduisterd. De islamitische Molukse gemeenschap is zwaar financieel getroffen. Het zou gaan om een bedrag van 185.000 euro. Een woordvoerder van de politie heeft dat dinsdag bevestigd. Het bestuur kreeg de afgelopen zomer argwaan en confronteerde de penningmeester Salim T. Hij gaf de diefstal toe. Er werd aangifte gedaan. Tegen de agenten verklaarde de 59-jarige verdachte dat het geld is opgegaan aan een goed leven, vertier en exclusieve vakanties. Justitie meent te kunnen bewijzen dat de verduistering in 2004 is begonnen.